Hey, wat is dat nou weer? Oh, ik zie het al. Het is de geboorte van een ster. Maar ja, geboorte, daar hoort ook bij helaas dat het ooit een keer een sterfgeval wordt. Ook onze zon zal een keer tot het einde komen. Geboorte en het einde. Oftewel, we gaan het hebben over het leven van een ster. Nou, met het leven van een ster beginnen we natuurlijk bij de oorsprong. In de oorsprong zijn er gaswolken die door het universum zweven. Die gaswolken, wonder boven wonder, bestaan uit gasmoleculen. En die moleculen die zijn misschien ontzettend licht, maar toch zullen ze elkaar aantrekken door gravitatiekracht. En dan komen ze dus bij elkaar en dan ontstaat er energie. Energie door gravitatiecontractie. Als dat gebeurt met al die gasmoleculen, ontstaat er een zogenaamde protoster. Let op, het woord ster staat er wel in, maar het is niet een echte ster. Het is nog niet zoals wij hem kennen. Nee, wat moet er dan gebeuren? Nou, zo'n protoster, er zitten heel veel van die gasmoleculen in. En dat zijn waterstofmoleculen. Die waterstofmoleculen, ja, die worden heter en heter. En ze gaan steeds sneller en sneller met elkaar botsen. En tenslotte wordt het zo snel dat er kernfusie ontstaat. Twee waterstofatomen vloeien samen tot kernfusie en er komt een geweldige hoeveelheid energie vrij. En dan krijg je de geboorte van een ster en zo ook is onze zon tot geboorte gekomen. Nou, even een kort overzicht over wat er allemaal kan gebeuren. We beginnen natuurlijk met de gaswolk en uit die gaswolk kunnen twee verschillende typen sterren ontstaan. Onze eigen zon is een redelijk lichte ster, die komt dus daarboven terecht. En alle sterren die zwaarder zijn dan anderhalf keer onze zon, die komen in het onderste rijtje terecht. We kijken eerst even naar het bovenste rijtje. Onze zon, die zal natuurlijk kernfusie niet eeuwig door kunnen laten gaan, want ja, die waterstof raakt een keer op. En als dat gebeurt, dan zal zijn ster opzwellen tot een rode reus. Ja, een rode reus betekent dus dat hij kouder wordt. Ja, hij zwelt op, maar koelt tegelijk af. Dan wel behoorlijk heet trouwens hoor, maar dat terzijde. Die rode reus die houdt het even vol, maar daarna klapt hij weer in elkaar vanwege de zwaartekracht en dan wordt het een witte dwerg. Ontzettend klein, ontzettend heet en daar slijt hij zijn laatste dagen. Nou, we zullen zo meteen eventjes nog zien wat erna gebeurt. Eerst eventjes de zware ster. Ook die houdt natuurlijk een keer op met de kernfusie en ook die zwelt op, maar ja, hij heeft veel meer materie in zich, dus gaat hij meer opzwellen en hij wordt een superrode reus. En die superrode reus, die klapt in elkaar en dan wordt het een spectaculaire supernova. Wat gebeurt er daarna? Nou, de witte dwerg, ja, die gaat er lekker door, maar hij kan ook niet eeuwig blijven en hij wordt een zwarte dwerg. En dan is het in feite gewoon een klontje. Ja, wat is het, hè? Het doet in ieder geval weinig meer. Die supernova, die heeft nog een keuze. Die kan ineenklappen tot een neutronenster. Een neutronenster is een ster ontzettend compact en het draait als een gek in een rond. Of hij kan nog compacter worden, zo compact dat de zwaartekracht zo groot wordt dat er zelfs geen licht uit kan ontsnappen. Het zwarte gat. Nou, we kijken eventjes naar onze eigen zon, de bovenste rij dus. Ja, die zon is nu ongeveer een 4,5 miljard jaar oud. Dus het is behoorlijk oud. Maar hij is in feite precies op de helft van zijn leven, want hij heeft nog voor 4,5 miljard genoeg brandstof om te kunnen schijnen. Dus na 4,5 miljard jaar zal hij opzwellen tot een rode reus. Hoe groot wordt die rode reus? Nou, vergeleken met de aarde, ja, is het dat de aarde nog net er buiten zou gaan, maar ook nog maar net. Dus wat dat betreft redden we het nog, maar ik denk niet dat je blij wordt als de zon opzwelt. Maar 4,5 miljard jaar, we kunnen nog eventjes voort, dacht ik zo. Nou, tot zover de zon. We gaan even kijken naar de indeling van de sterren in het algemeen. Wat willen ze graag rangschikken? En hoe doen we dat? Nou, kan op verschillende manieren. Je kunt naar massa kijken. Maar beter is het om te kijken naar de temperatuur en de lichtsterkte.
En die kun je in een grafiekje zetten, waarbij de temperatuur horizontaal komt en de lichtsterkte komt verticaal. Eerst eventjes de horizontale schaal. Normaal is het dat je van 0 links en dan oploopt, maar in dit diagram is het anders. Kijk, het gaat van 4,5 links, ja, en niet in de oorsprong, nee, een beetje eraf, tot 3,5 rechts. En het zijn ook niet normale temperatuur wat staat, maar het is de logaritme van de effectieve temperatuur. Effectieve temperatuur betekent dus dat we niet de temperatuur nemen van de kern van de ster, maar de temperatuur zoals je van de buitenkant naar buiten toe schijnt. Ja, in de kern is je altijd veel en veel heter. Wat betekent nu die 3,5? Nou, het is een logaritme. Dat betekent dus dat de temperatuur bij die 3,5, die is 10 tot de macht 3,5. Ja, oftewel, alle sterren die hierboven staan, al deze sterren, die hebben een temperatuur van een 3162 Kelvin. Ga je verder naar links, bij de 4, dan heb je dus 10 tot de macht 4. Oftewel, alle sterren die hierboven staan, die hebben een temperatuur van 10 tot de macht 4, oftewel 10.000 Kelvin. En hier wordt die helemaal behoorlijk heet, 31.622 Kelvin, alle sterren die hier staan. Nou, we kijken ook even naar de verticala's. Ook een aparte schaalverdeling. De 0 niet helemaal onder, maar ergens daarboven. En dit is ook een logaritme, maar net weer anders. Het is de logaritme van de intensiteit van de ster vergeleken met die van de zon. Ja, dat betekent dus dat bij de 0, dat hier alle sterren staan die precies even fel schijnen als de zon. Dus dat is deze hier. Ja. Als je iets omhoog gaat bij de 2, dan krijg je dus dat hier alle sterren staan die 100 keer zo fel zijn als de zon. Behoorlijk wat natuurlijk. Hè. Je kunt natuurlijk ook naar beneden toe gaan. En het 10 tot de macht min 2 betekent dat het maar een honderdste van de intensiteit heeft van de zon. Dus zwak. En daarboven natuurlijk de felste 10.000 keer die van de zon. Nou, waar staat onze zon hier? Nou, die staat daar. Nou, natuurlijk staat die op deze regel. Want ja, hier staan alle sterren die even fel zijn als onze zon. Nou, dat is onze zon ook. En de temperatuur, ja, dat is ongeveer 6000, iets minder dan 6000. En als je dat hier zo invult, 3,5, 6, 7, dus een 3, nou wat zal het zijn, 78. En als je dat uitrekent, 10 tot de macht 3,78, dan kom je inderdaad in de buurt van de 6000 uit. Dus een mooi plekje voor onze zon. En dit wordt gedaan voor alle andere sterren. En dan krijg je dit diagram. Ja, ieder zwart stipje is een ster. Dan zie je dus dat al die sterren, nou niet alle sterren, maar heel veel sterren, die zitten daar in die band, daar in het midden, dat wordt de hoofdreeks genoemd. En alle sterren die daarin zitten, die zijn bezig nog met hun waterstof met, om te zetten naar helium met behulp van kernfusie. Ja, dus daar zijn de meeste sterren nog bezig. Dus zie je ook van die gestippelde diagonaallijn. Wat betekent dit? Nou, dat betekent, ja, er staat hier 1R0, of R0, het is eigenlijk R, en dan een cirkel met een stip in, dat betekent onze zon. Dat betekent dat alle sterren die op deze lijn liggen, die hebben een diameter die gelijk is aan onze zon. Dus zijn even groot als onze zon. Ja, daarboven, ja, hier, zijn alle sterren die 10 keer zo groot zijn als onze zon. Ja, dus behoorlijk groter. Hier zijn ze 100 keer zo groot als de zon. Hier zelfs 1000 keer zo groot als de zon. En hieronder zijn de kleintjes onder de sterren. Nou, even kijken hoor. Kijk, daar zijn alle reuzen, de rode reuzen dus. En dan heb je ook nog een gebied dat wordt de subreuzen genoemd. En de giganten onder ons, de superreuzen. Maar ja, wat giganten zijn, zijn natuurlijk ook onderdeurtjes. En die zitten helemaal onderaan. De witte dwergen. Ja, het eindpunt eigenlijk. Onze zon, ja, die brandt nu nog lekker. Ja, althans branden, vooruit, kernfusie. Ja. Maar als dat één keer ophoudt, dan zou je dus opzwellen naar een rode reus. Betekent dat hij daar ongeveer in gaat. Ja, hij wordt groter, maar je ziet ook, hij gaat naar rechts. En dat betekent dus dat hij ook minder heet wordt. Daar blijft hij even staan. En tenslotte verdwijnt hij
Hoppadee, naar de witte dwergen. Let op, hij gaat hier heen en weer, maar hij blijft natuurlijk in feite fysiek wel op dezelfde plek staan, alleen de temperatuur en de intensiteit veranderen. Nou, moet je dit alles onthouden? Het zou natuurlijk mooi wezen, maar je hebt ook nog BINAS, BINAS 33, en daar staat dit diagram. Je moet natuurlijk wel de betekenis nog weten van het diagram, hoe je het moet aflezen. Zo, nou, kijk eens, daar hebben we onze zon. Ja, nog lekker schijnt, maar over 4,5 miljard jaar, dan is het echt het einde. En dat is ook van deze video. Bedankt voor het aanhoren en wellicht tot ziens, tot horens.